Stel dat ik deze blog opnieuw zou willen delen. Want show, don't tell, laat zien wat je in huis hebt, is nog steeds een van mijn belangrijkste boodschappen. Dus misschien dat ik wel met een beetje aangepaste titel, die misschien iets meer zegt, hem opnieuw wil delen. Nou, je ziet, hij is van februari 2017 en ik kies voor edit. En hier zie je de publicatiedatum. En nu kan ik heel simpel zeggen, weet je wat, we maken er gewoon juli 2019 van. Dan kan ik hem zelfs weer gewoon gaan inplannen en dat hij dan nieuw verschijnt. Of we maken er juni van, dat kan ook. En als ik nu klik op bijwerken, dan komt hij te staan op gepubliceerd 12 juni 2019. Dat betekent ook dat hij dus weer bovenaan komt te staan in mijn blogoverzicht, of in ieder geval een eind naar boven. Want in je blogoverzicht staan meestal je blogs in omgekeerde volgorde. Dus de laatst gepubliceerde blog staan bovenaan. En op het moment dat je de datum aanpast, komt hij dus ook weer hoger te staan. Dus meer mensen zullen hem vinden. Zeker als je op de homepage ook nog een blog hebt met meest recente blogs, zoals hier. En misschien zeg jij wel van ja, er is nog een manier. Namelijk, ik copy-paste gewoon het hele artikel naar een nieuw bericht. Dat kan in principe ook. Maar met deze blog heb je een bepaalde linkwaarde opgebouwd. Hier zijn bezoekers geweest en dat heeft Google gezien. Dus deze pagina staat niet op nul en het begint ook niet op nul bij de ranking van Google. Ga jij een nieuw bericht maken, dan ben je al deze linkwaarden kwijt. Want je moet natuurlijk niet allebei de berichten laten staan waarbij die andere alleen maar een tikje aangepast is. Want dan heb je weer te maken met dubbele content. Dan is de content niet meer uniek en dat vindt Google ook al niet een goed plan. Bovendien, misschien heb je al reacties op deze blog, die raak je dan ook kwijt. Dus je kan wel enkel en alleen de datum veranderen en dan gebeurt voor de rest niets met je URL, dan verandert voor de rest helemaal niks. Behalve dan dat je dus weer hoog in je blogoverzicht komt te staan en bij mij blog staat er geen datum bij jouw blogs misschien wel. En dan komt dus de nieuwe datum er ook bij te staan. Succes!